Van de morgen om 8 uur wordt met stekken en hikken de omjouwing van het provinciehuis in Ljouwt al afzet voor het verkeer. Juurt mij alleen nog het bestemmingsverkeer hoe de Twabaksmerk. Van de middag 6 uur gaat de zaak definitief op slot. De argwaasje van de middenstorm. We zijn praktisch onbereikbaar vanaf Joen 6 uur om maandagnacht 12 uur. Ik ging in auto in of uit. Fietsers kan je net door de stritten. Je kan alleen maar terrein door de stritten. En we moeten toch van de passanten. Ja, dus geen klanten morgen? Nou, volle minder. De meesten die er komen, ja, 2.500 plus 2.000 jongens. Ja, we toch denken net dat die green te keeping gingen. Boppen dat we de morgen maximaal 5.000 meesten op de Twabaksmerk talitten. Per vorst net meer. Ja, dan zit de zaak echt dicht. Dan is het voor veiligheidsredenen is het gewoon niet meer mogelijk om meer mensen hier te ontvangen. Maar ook de horecaondernemers onder Twabaksmerk nemen de maatregels oedreun. Samat als zij had de rassen voor het helje. Dat vinden we eigenlijk wel heel jammer. Het is een gemiste kans. Wat bedoel je? Nou, ik bedoel, het was natuurlijk prachtig geweest dat je nu eindelijk mooi weer hier je terras had kunnen laten staan. En voor die ene dag, terwijl er dan dus veel mensen op de Tweebusmarkt zijn, moet het terras weg. We shut morgen eerst even aan. En als morgen niet wordt, dan geven we het dicht. Krijg je hier nog een skiervergoeding voor? Nou, net dat we weten. We hadden geen idee verder hoe het rint. We krijgen een briefcontrole door en dan wordt het afsluiten en klaar. De afzettings om het provinciehuis heen zullen nog om tiensje te nacht 12 uur steen blijven.